Op zich is het vrij simpel. Elke organisator en elke journalist is op zoek, en eigenlijk ook publiek, is op zoek naar de nieuwe goede plaat, de nieuwe interessante groep en wat weet ik allemaal. Um, maar er is een stuk van dat verhaal verpakking en hoe dat je dat naar, naar voren kan brengen, en daar is timing cruciaal in. Maar je. Ja. Zoals, het is ook wel gewoon zo dat soms materiaal net niet goed genoeg is. Of dat, um, dat het een heel slecht idee zou zijn om al op een te hoge plek uh, of op een te groot podium op Pukkelpop of op SIGGET te staan, omdat je dat als groep misschien nog net niet aan kan. Betekent dat dat niet goed bent? Nee, dat betekent dat uh, het publiek die, die voor dat podium staat je materiaal nog niet genoeg kent. En dus is allemaal uh, niet mee kunnen zijn en dat is eigenlijk ook de vibe niet kunt creëren die daarvoor nodig is. Het kan betekenen dat je nog niet genoeg gespeeld hebt en nog niet op podia gestaan hebt die groot genoeg zijn om met een dergelijke massa te kunnen spelen en daar ook voluit te musiceren en niet bezig te zijn met: wow, waar sta ik hier en wat ben ik hier aan het doen? Um, Alleen wat allemaal fases zijn die ertussen komen, maar het is wel belangrijk. Um, je, mag, je kan super getalenteerd zijn, maar uh, op een podium als dat van Werchter of Lokeren of, of uh, op een groot podium spelen, vraagt métier en um, ik denk dat het zelfs cruciaal is voor al onze artiesten dat ze langzaam daarnaar kunnen groeien. Um, als ik dat helemaal terugtrek naar de beginfase. Um, ik ben ook degene die liever met een groep speelt in een tent die vol zit, al, maar, al kan er maar 200 man in. Dat is veel... Als je dat goed kunt, dan kun je naar een wat grotere plek gaan. Je moet nooit vragen om opener te zijn op het groot podium van een festival. Of om per se de headliner te zijn. Soms is een andere groep de betere headliner voor die avond. Mensen gaan een wijze en een avond hebben, als je erbij... Als je dan opvalt daarin, dan zijn je goed bezig.